Vertel eens wat over jezelf. Wel, ik ben Karin Proost. Ik werk als universitair docent bij de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Ik ben aangesteld sinds 1 november, dat is nog niet zo heel lang. Ja, kort, ja. Ik kom uit België en heb voordien ook altijd in België gewerkt. Ik heb mijn proefschrift gemaakt aan de Katholieke Universiteit in Leuven. En dat handelde over faalangst van sollicitanten in een selectiecontext. Meer specifiek heb ik een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, die nieuwe constructen van faalangst tracht te meten. Ja, enerzijds had je zelfgerefereerde angst, dus eigenlijk angst om eigen normen of verwachtingen niet te kunnen inlossen. En aan de andere kant heb je ander gerefereerde angst, dus angst dat iemand anders heel hoge verwachtingen naar jou stelt en dat je die niet kan inlossen. En interessant was dat we echt wel andere effecten vonden van die twee componenten van faalangst in een selectiecontext. En waarschijnlijk vertel ik daar straks nog wel wat meer van. Oké, leuk. Ja, ja, vertel jij ook eens wat meer van jezelf? Mijn naam is Ad Vos, 47 jaar. Ik werk als clustercoördinator milieukwaliteit bij de provincie Zeeland in Middelburg, echte Zeeuw dus. Ja. En ik heb daarnaast mijn eigen praktijk als sportpsycholoog. Ik begeleid daar teamsporters, individuele sporters. En het zal niet verbazen dat ze allemaal wel last hebben van faalangst. Je zou me ook kunnen betitelen als ervaringsdeskundige in het maken van tentamens bij de Open Universiteit. Ah, ja. Ik heb namelijk sinds 1987 124 modules achter me kiezen. En ik moet ook eerlijk vertellen dat elke keer als ik tentamen maak, dat ik ook altijd wel een zeker angstig gevoel heb. Nou, daar heb ik voor mezelf op twee manieren mee proberen om te gaan. Dus enerzijds accepteren van faalangst. Ja, nou, misschien makkelijker gezegd als gedaan. En ja, noem het dan maar een copingstijl waarbij ik gewoon probeer mezelf wat moed in te praten. Wel, er valt nog wel heel wat meer te vertellen over faalangst. Zeker. Maar dat gaan we nu nog niet verklappen. Nee, zeker niet. En wil je meer weten over faalangst, stel dan hier vragen.